Goeiedag, het is weer woensdag, tijd voor de 10-daagse weersverwachting. We gaan eens even kijken wat op termijn het weerbeeld gaat worden vandaag. Op veel plaatsen veel wolken hoor, het een beetje kil ook, grijs. Deze jongeman die is zijn fietsexamen onder een wolkendek aan het doen. Er zijn ook wel opklaringen deze middag, vooral in de oostelijke helft van het land. Maar toch echt wel wat verschillen. De komende dagen ziet het er echt wel beter uit. Want we gaan te maken krijgen met flinke zonnige perioden dankzij een hoge drukgebied. Ik kom daar zo op. Morgen, donderdag, is het hemelsvaartdag. En laten we maar eens gaan kijken wat dan het weerbeeld zal zijn. Veel mensen zijn natuurlijk vrij dan. Een lang vrij weekend zelfs voor de boeg. En het weer dat wordt steeds beter gedurende dat weekend. Want morgen hebben we nog wel te maken met vrij veel bewolking. Zeker in het eerste dagdeel. We pakken de kaart op woensdagmiddag. Nou, dan zien we ook die wolkenvelden met hier en daar die opklaringen. Dat is ook wel het beeld dat we vandaag zien. Geleidelijk aan meer opklaringen. En vannacht kan zelfs wat mist gaan ontstaan. En dan morgen, zet ik hem weer even op pauze, donderdagochtend, dan zien we toch wel weer veel bewolking boven het land. Waarschijnlijk in het oosten al wat opklaringen. Veel hoge bewolking ook, maar dus ook wel nevel en mist in die vroege ochtend. Wat dat betreft komt het dauwtrappen echt goed tot zijn recht morgen. Ik ga de animatie weer in beweging zetten en dan zien we wel in de middag dat het vanuit het westen steeds meer gaat opklaren en dat we dan inderdaad steeds meer ruimte voor de zon gaan krijgen. De dagen daarna is dat ook het geval en zal de temperatuur alleen maar verder omhoog gaan. Nou, we gaan weer even terug naar vanavond. Dan wolkenvelden, geleidelijk aan steeds meer opklaringen. Op sommige plaatsen zijn al opklaringen en de temperatuur ligt zo tussen de 11 en de 15 graden bij een wind uit de noordelijke richtingen. En die zorgt er ook voor dat die temperatuur aardig gedrukt gaat worden. Morgenochtend beginnen we op diverse plaatsen met wat mist. Dat gaat verdwijnen. In de middag dan vanuit het westen wel steeds meer opklaringen. En vooral in het binnenland zien we stapelwolkjes en opklaringen. En op sommige plaatsen kunnen die stapelwolken flink uitsmeren. Ja, dan valt het gewoon tegen met de zon. Heeft grote gevolgen voor de temperatuur, want komt de zon er goed bij, gaan we naar 20 graden. Anders blijft die temperatuur toch echt wel achter in het binnenland dan 16, 17 graden. In het westen wel ruimte voor de zon, maar ja, daar staat nog wel die noordelijke wind. Aanvoer vanaf zee, koudere lucht. En dat betekent dat die temperatuur niet echt omhoog gaat lopen. En ik moet eerlijk zeggen, het is nog niet zeker, maar de stranden blijven toch wel wat gevoelig voor rotzooi vanaf zee in de vorm van laaghangende bewolking of misschien wel mistbanken. Zeker in de ochtend is dat het geval. Dat is dus het beeld voor de donderdag. Gaan we kijken wat er verder gaat gebeuren. Pak ik eerst de weerkaarten weer even bij. En dan zien we dat er een krachtig hoge drukgebied ligt op de Noordzee zaterdagnacht. Dat ligt er vrijdag eigenlijk ook al. En dat hoge drukgebied dat zorgt voor rustig weer. En ook voor het gegeven dat de stroming wat meer oostelijk gaat worden. En dan krijg je toch aanvoer van droge lucht en neemt de kans op die laaghangende bewolking af. Daar profiteren we van op vrijdag, op zaterdag en ook op zondag. Maar dan gaat het weerbeeld toch wel weer veranderen. Dat hoge drukgebied dat trekt richting Scandinavië. En we zien hier op zondag al langzaam maar zeker die ontwikkeling ontstaan. Een lage drukgebied vanaf de oceaan weer richting het Verenigd Koninkrijk. Misschien al zondagavond een enkel buitje in het zuiden. Ik sluit dat niet helemaal uit. Maar die neerslagkans die neemt aan het begin van de week direct weer toe. Dan zien we dat dit lage drukgebied echt actief gaat worden met kans ook op buien. Er kan best wel weer eens een stevige bui tussen zitten met mogelijk ook onweer. Nou, het is inmiddels al woensdag op de weerkaart geworden. We zien nog steeds dat lage drukgebied. De aanvoer zorgt er wel voor dat de stroming zuidelijk is en dat er over het algemeen toch wel wat zachte lucht wordt aangevoerd. Die temperatuur die zal niet direct naar beneden gaan. Maar goed, we zien ook heel duidelijk die neerslagkansen en dat betekent dat we toch rekening moeten houden dat de paraplu vanaf maandag weer een aantal dagen nodig zal zijn. Geen constante regen natuurlijk. Het weerbeeld lijkt wat meer buiig te gaan worden. Vooral in de middag is die buienkans dan wat groter. Goed, hoe hebben we dat vertaald in de weerkaarten? Nou, vrijdag een mooie dag met zonnige periode, 17 tot 21 graden. Wind zit nog een beetje in de noordhoek, maar draait geleidelijk aan wat meer naar het noordoosten. Zaterdag gaan we al naar 19 tot 23 graden, hoogste temperaturen in het zuiden van het land. Kijken we dan naar de zondag, dan gaan we nog wat hoger, 20 tot 24 graden. Misschien lokaal ook al een 25 graden hoor, in het zuiden. Ik sluit dat niet uit met flink wat zon. En dan blijft maandag die temperatuur best wel op peil. Maar we zien ook dat die buienkans gaat toenemen. En dat geldt ook voor de dinsdag. Dat is ook een dag dat de buien kunnen overtrekken bij temperaturen rond de 20 graden.
Gaan we nog eventjes wat pluimen bekijken. In dit geval de bewolkingspluim of de zonpluim, zoals u wilt. En dan zien we toch wel dat die donderdag nog weinig geel laat zien een groot deel van de dag. En dat zijn natuurlijk die wolkenvelden die ik al liet zien in onze modelkaarten. Maar daarna, vrijdag, zaterdag, zondag, dat zijn allemaal dagen waarbij de zon volop kan schijnen. Er zijn wel sluierwolken aanwezig, maar het ziet eruit dat de zon daar weinig moeite mee heeft. Vanaf maandag ja, een meer wisselend patroon. En dat heeft te maken met het feit dat we ook weer vaker met neerslag te maken gaan krijgen. Grotere stapelwolken die overtrekken. En dan krijg je een afwisseling van wolken en dan weer van zon. We zien het ook heel mooi terug in de neerslagprognose. Vandaag hebben we nog wat gespetter gezien deze woensdag. Maar nu dus een aantal droge dagen. Hemelsvaartdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Zondag, dat is dat buienkansje aan het eind van de dag. Hebben we ook net gezien in de weerkaarten. En daarna neemt die buienkans weer behoorlijk toe. Dus kortom, heeft u het komend weekend vrij en misschien wel een lang weekend, dan kunt u genieten van rustig en droog weer met vaak ook zonnige perioden. Alleen hemelsvaartdag, dan kunnen de wolkenvelden misschien nog af en toe wat roet in het eten gooien. Fijne dag nog.